Het kan je niet ontgaan zijn. Nederland heeft panda's. Deze Xinya en Wuwen zullen de komende 15 jaar wonen in Ouwehands Dierenpark. En daar kun je ze met eigen oog gaan bewonderen. Maar je kunt ook kennis met ze maken in dit tottige gouden boekje dat Jet Bakels en Tae Tjong King samen maakten. Xinya en Wuwen gaan logeren. En in dit boekje heb je geen één keer het idee dat die arme panda's op een vliegtuig vol bamboestengels zijn gezet en zich verloren voelen in een koud land met koeien en fietsen. Het is heel speels gedaan met humor en ook een beetje spanning. En het gaat over Xinya en Wuwen, zijn buurmeisje, die een logeerpartijtje aangeboden krijgen van de Nederlandse koning en koningin. Ze wonen in China, daar hebben ze het prima voor elkaar. Kijk, prachtige platen van Tae Tjong King. Watervallen, bamboestengels. En eigenlijk komt het erop neer dat ze daar de hele dag niks anders doen dan bamboestengels eten. En best veel, want ze hebben de hele dag honger. En dan spelen ze wat, ze buitelen wat. Daar krijgen ze weer honger van en eten ze weer bamboestengels. En als je zoveel bamboestengels eet, ja, dan moet je natuurlijk ook flink poepen. En dat is dan weer de humor van meestertekenaar Tae Tjong King. De panda met zijn uitgezakte buik, zoals je die kent van de beelden. Heerlijk. Heel grappig en humoristisch gedaan en toch ook met wat emoties. Want Xinya, die ontvangt een brief van de Nederlandse koning en koningin, of die toch alsjeblieft niet wil komen logeren. Ze kunnen hier schaatsen, fietsen, misschien lusten ze wel pindakaas of hagelslag, of ze toch alsjeblieft willen komen. En Xinya, die heeft daar eigenlijk wel zin in. Die lust wel een keer een verandering. Die denkt, daar heb ik wel zin in, dat lijkt me leuk. Maar Wuwen, die is wat voorzichtiger van aard. Ze vindt het maar spannend. Ze droomt eigenlijk meteen dat die Nederlandse koeien best eens heel akelig zouden kunnen zijn. En ze viel ook nog met fietsen, dus ze weet niet of het zo'n goed idee is. En Wuwen probeert haar over te halen. Hij schrijft een hele lieve brief. En die brengt hij naar haar huisje toe. En hij hoopt haar over te halen om mee te gaan naar dat logeerpartijtje. En dat lukt. Kijk, ze stappen op een pandavliegtuig. En ze worden door de hele panda-gemeenschap uitgezwaaid tot over 15 jaar. Want 15 jaar is de periode dat de Ouwehands Dierenpark ook geld betaalt jaarlijks aan een programma om de panda's in het wild te beschermen in China. Dus Jet Bakels legde uit, ze zitten aan de ene kant inderdaad in gevangenschap, maar het dient toch ook alweer een goed doel. En in het boekje wordt het heel vriendelijk en lief eigenlijk uitgelegd als een logeerpartij. Dus daar krijg je wel iets meer inzicht in. Dat het voor die dieren ook een tijdelijk verblijf is. Natuurlijk in de hoop dat ze jonkies gaan voortbrengen. En dat zou natuurlijk weer hele schattige YouTube-filmpjes opleveren. Ik ruik ook een vervolg, want als dat zou gebeuren, zou je heel prima een vervolgboekje op kunnen komen. Nou ja, in ieder geval, uiteindelijk komen ze aan in Ouwehands Dierenpark. Heel mooi verbeeld ook weer door Tae Tjong King. En alle dieren, die zijn benieuwd, maar die vinden het toch ook wel een beetje gekke dieren. Zoals Xinya en Wuwen denken. Wat een gekke koeien, wat zitten die vlekken willekeurig over hun lijf? Wij zijn zo keurig gevlekt. Dan denken andere dieren over de panda's. Wat hun korte armpjes en beentjes, giechelen de orang-oetangs. Daar kunnen ze vast niet mee hollen en klimmen. Mompelt de giraffe met haar lange nek. Iedereen heeft wel wat geks. Ik vind dat juist bijzonder. En de tijger, die weet het zo net nog niet. Die loert op de panda's en die heeft eigenlijk geen aandacht voor de bamboetaart die ze uitdelen als welkom. Die loert eigenlijk misschien wel op de panda's zelf. En die humor en die spanning en ook die verlegenheid van Wuwen. En het meer stoere karaktertje dat Xinya heeft, die wil gaan logeren. Maar als hij dan s'avonds toch in zijn nieuwe verblijf is, ook een beetje China mist. En denkt, China is toch ver weg, totdat hij in Sint Maarten optocht ziet met allemaal lampionnen. En dan zich realiseert dat op een bepaalde manier China toch ook alweer wat dichterbij voelt. En het eigenlijk met Wuwen wil delen, omdat ze daar toch samen zijn. En hij schrijft daar opnieuw een brief. En vervolgens valt hij vrolijk in slaap, blij in slaap. Hij glimlacht van wat er is gebeurd en wat er nog gaat komen. En hij glimlacht in zijn slaap, want zoals een oud-Chinees spreekwoord zegt, als je hart tevreden is, zijn je dromen zoet. Jet Bakels heeft heel mooi de gewoonten en de eigenschappen van de panda's verwoord. Met veel humor ook. En Tae Tjong King heeft het natuurlijk prachtig geïllustreerd. Kijk, als hij het dan ook nog voor je persoonlijk signeert. Dat is toch een mooie bijkomstigheid, hè? Xinya en Wuwen gaan logeren. Een gouden boekje van uitgeverij Rubinstein. Een echte aanrader voor kleuters en wat oudere kinderen. Misschien wel voordat je naar Ouwehands Dierenpark gaat, of in plaats van dat je naar Ouwehands Dierenpark gaat. In ieder geval,
een leuk, mooi uitgevoerd boekje in de bekende reeks van de Gouden Boekjes. Tot het volgende vlog. Bye!